Hallo allemaal, Dieter hier van Beleggers University. Zoals je ziet zit ik er op mijn gemak, even buiten. En ik was dus aan het nadenken over de recente hype of de heropleving bij beleggers omtrent ETF beleggen. Overal waar je kijkt, op Facebook, op social media, op YouTube, zie je eigenlijk toch wel terug veel interesse in ETF beleggen. En wij bij Beleggers University, wij zijn natuurlijk in eerste instantie voorstander van het Smart Active Investing. Dus onze eigen methode om slim, actief te gaan beleggen. Maar ik wil daar toch even nog op ingaan, omdat misschien de perceptie zou kunnen ontstaan dat wij zogezegd niet geloven in ETF beleggen. En daarom deze video dus. Wat is nu eigenlijk de waarheid omtrent ETF beleggen en waar moet u als belegger rekening mee houden? Wel, ETF's zijn eerst en vooral zeer geweldige instrumenten. Waarom? Omdat ze eigenlijk de fondsen van de banken overbodig maken. Dus u weet dat misschien wel, dat de bank u graag fondsen aansmeert, omdat men dan grote kosten kan aanrekenen. Vaak ga je bij de fondsen van de bank instapkosten betalen, uitstapkosten betalen en ook regelmatig een dure beheersvergoeding. Excuseer als de wind mij moeilijk verstaanbaar maakt, maar ik ga gewoon hopen dat het goed komt. Okay? Dus dat is de eerste reden waarom ETF's zo nuttig zijn. ETF's zijn exchange traded funds en dat maakt eigenlijk de fondsen van de grootbanken overbodig. En op die manier kunnen de banken u niet meer in het zak zetten. Waarom? Omdat eigenlijk met een ETF u automatisch gespreid bent in honderden of zelfs duizenden aandelen en dat aan zeer lage tarieven. De meeste ETF's kan je kopen met geen instapkosten, geen uitstapkosten. Gewoon wel de normale transactiekosten bij je broker om het aan te kopen. En een zeer lage beheersvergoeding. En die beheersvergoeding die ligt vaak rond de, ja, dicht bij de 0%. Dat zal vaak 0,3 zijn of 0,5%. Terwijl de grootbanken gemakkelijk 1 à 2% of meer aanrekenen. Dus dat is toch wel een heel groot verschil. Vooral als u een groot vermogen heeft en u wenst te gaan beleggen in ETF's. ETF's zijn ook zeer nuttig voor mensen die dus niet willen bezig zijn met de beurs. Als jij zegt van oké, ik wil gewoon in plaats van te sparen, spaarboekje brengt nu, laat ons zeggen, 1 of 2% op misschien, als je geluk hebt. En dat zal misschien nog wel een beetje stijgen door de stijgende rentevoeten. Maar als je dus niet actief wilt gaan beleggen, er niet mee bezig wilt zijn, je hebt er geen tijd voor, dan kunnen ETF's een heel gemakkelijk instapproduct zijn. En dat is gewoon de realiteit. ETF's bieden gemakkelijk exposure aan aandelen. En je zal dus exposure krijgen aan de algemene aandelenmarkt als je een ETF koopt. Je hebt ETF's op de Amerikaanse beurs, op de Europese beurs of de wereldwijde ETF. Die is ook altijd heel populair. De World ETF. Dus dat is eigenlijk gewoon een manier om te profiteren van het kapitalistische systeem. En in plaats van te gaan sparen op een spaarboekje. Excuseer van de wind weer trouwens, ik hoop dat het goed komt. Maar zonder sparen op een spaarboekje kan je dus elke maand bijvoorbeeld gaan sparen in een ETF. En als je dat dan doet, dan hopelijk zal je na 20 of 30 of 40 jaar een mooi rendement hebben, omdat het kapitalistische systeem zorgt voor waardecreatie en omdat je dus meer risico neemt. Je gaat namelijk naar aandelen en je zal hopelijk ook beloond worden voor dat risico. Dus dat zijn al de voordelen van ETF's. En natuurlijk in het verleden, we praten hier over het verleden, niet over de toekomst. Dus in het verleden waren de rendementen van ETF's heel mooi. Waarom? Omdat de beursindexen mooi gestegen zijn. En voornamelijk de opkomst van de Amerikaanse tech-giganten, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, die hebben ervoor gezorgd dat de S&P 500, de index met de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, dat die index zeer goed gepresteerd heeft. En daardoor zegt iedereen nu van ja, kijk, een ETF dat brengt gemiddeld 7% per jaar op lange termijn. Maar dat zijn de rendementen van het verleden.
En dat mag je ook niet vergeten. De rendementen van het verleden zijn geen garantie voor de rendementen van de toekomst. En dat is een beetje waar bij mij en bij Blackstone University het schoentje wringt. Dat is namelijk dat er geen garantie is op die mooie rendementen in de toekomst. Waarom? De rendementen van het verleden geven namelijk een vertekend beeld. Omdat er zoveel prachtige bedrijven zijn ontstaan de afgelopen 20 jaar, die hebben de rendementen van de beursindex ontzettend hard omhoog geduwd. Zonder die bedrijven waren de rendementen gewoon veel lager. Bovendien zijn ook de rentevoeten erg hard verlaagd geweest. Van 5-6% richting 0%. En nu recent pas zijn de rentevoeten weer aan het stijgen. Kortom, de rendementen van het verleden zijn mogelijk niet de rendementen van de toekomst. Want door die verlaging van de rentevoeten hebben veel aandelen een multiple expansion gehad. Dat wil zeggen, in plaats van een koerswinstverhouding van 10 bijvoorbeeld, betaalden beleggers plots een koerswinstverhouding van 20 voor hetzelfde bedrijf. Maar nu zien we dat de rentevoeten terug aan het stijgen zijn en ze kunnen waarschijnlijk hoog blijven voor een langere periode. Dan gaan we misschien terug een multiple compression zien. En dat wil zeggen dat beleggers minder bereid gaan zijn te betalen voor hetzelfde bedrijf of voor dezelfde bedrijven. Oké. Dus, positief aan ETF beleggen maakt de fondsen van de grootbanken overbodig. Het is heel kostenefficiënt om blootstelling te krijgen aan de algemene aandelenmarkt. Het is een ideale spaarmiddel voor luie mensen, luie beleggers. Daar moeten we eerlijk over zijn. Als je geen moeite wil doen, dan zijn ETF's gewoon heel handig. Maar wat zijn de nadelen? Geen garantie op rendement. Er is gewoon geen garantie. Als de indexen jarenlang zijwaarts bewegen, dan heb je geen rendement, maar dan loop je wel al het risico, want je zit nog altijd in aandelen, dat mag je niet vergeten. Ook in slechte beurstijden, wanneer je denkt dat je veilig zit met een ETF, dan zal je zien dat de ETF toch wel veel kan dalen. Tijdens COVID bijvoorbeeld daalde de ETF veel procenten en veel beleggers zijn dan uit angst uitgestapt. Dus ook een ETF bevat natuurlijk risico. Uiteraard minder dan een individueel aandeel, maar er is nog steeds risico. Dus je hebt risico en je hebt geen garantie op toekomstige rendementen. En dat is voor ons toch wel het belangrijkste punt. Ik denk dat we nu met deze video dit hebben rechtgezet. ETF's hebben dus zeker een nut voor een bepaald type belegger met een bepaald portfolio of een bepaalde ingesteldheid. Maar het is ook gewoon geen garantie op mooie winsten. En wij zijn van mening dat een goede portefeuille wat ETF's heeft, wat obligaties en wat actieve aandelen. En op die manier ben je altijd gepositioneerd voor succes. Bijvoorbeeld ik persoonlijk. Kijk, en om af te ronden wil ik nog zeggen dat kijk, de S&P 500 ETF bijvoorbeeld of de index staan nog altijd niet boven zijn top van november 2021. Dat wil zeggen, we zijn nu al 2 jaar verder en het rendement zou nog altijd negatief geweest zijn moest je toen besloten hebben om in de ETF in te stappen. Want wat zegt iedereen dan vaak? Van ja, je moet gewoon dollar cost averaging doen in die ETF. En oké, als je oneindig veel geld hebt of je kunt maandelijks een bedrag sparen, dan gaat dat. Maar als dat niet zou gaan voor u, dan is er natuurlijk ook al een risico verbonden aan je instapmoment kiezen bij zo'n ETF. En dat is dan weer het voordeel van actief te beleggen, van smart active investing. Je kiest zelf waarin je belegt, je onderzoekt de fundamenten, je weet waarin je belegt en je maakt een heel berekende keuze. Risico is er altijd, maar als je weet wat je doet, dan is dat altijd een berekend risico. En dat is natuurlijk het verschil tussen gewoon gokken en hopen op het beste tegenover weten wat je doet en weten waar je mee bezig bent. En laat ons eerlijk zijn, met de tips die wij geven in onze gratis e-books of in het Kansen in de Markt rapport, dan kon je al veel meer rendement geboekt hebben de afgelopen 2 jaar dan door te beleggen in een ETF die gewoon zijwaarts beweegt. Oké. En dan zie ik jullie binnenkort. Ciao, ciao.